Een dierenarts heeft vanochtend een jonge bruinvis moeten laten inslapen in Vlissingen. Het dier was naar schatting een week oud en was om zeven uur gevonden op het Vlissingse strand. Waarschijnlijk had de bruinvis daar al enkele uren gelegen, want meeuwen hadden het dier al verwond. Bruinvissen zogen hun jongen met bijzonder dikke melk die niet is na te maken. Het verzwakte dier kan daarom niet met koemelk gevoed worden en was daardoor niet meer te redden.